wij straks naar binnen en dan hopen we zendtijd te krijgen bij Business Class. En tijdens die zendtijd wil ik het volgende echt aan hun duidelijk maken. Nou, het woord stikstof, ja, iedereen kent het. Heel Nederland is het niet ontgaan. En ik heb wat feitjes op een rij gezet. Wist u dat de stikstofuitstoot van vliegtuigen boven de 900 meter nergens meegeteld wordt? De stikstofuitstoot van vrachtschepen niet altijd meegeteld wordt? Veel industrieën geen milieuvergunning hebben? En niet eens bekend is hoeveel stikstof ze uitstoten? De stikstof die auto's, vliegtuigen en de industrie uitstoten, erg schadelijk is voor uw gezondheid? Terwijl de natuurlijke stikstof die mensen en dieren uitstoten voor uw gezondheid niet schadelijk is. De stikstofuitstoot door de agrarische sector in Nederland de afgelopen 10 jaar met 65% is verminderd door betere stallen. Nou ja, zo kan ik gewoon nog wel even doorgaan. Uit het hotel bestormen. Dus ik heb het nu een beetje omgegooid. Iemand heeft zich teruggetrokken uit het programma en dan kunnen we wel hun tijd geven. En waarom doet u dat dan? Nou ja, waarom niet? Mijn vader was bloembollenboer en bollenboer. En dan zeg ik, ik heb sympathie voor die jongens. Ik geef vroeger betrekken, dus het is mijn soort. Is dit een beetje een gekke manier van protesteren, zo inbreken in uw uitzending? Ja, nou ja, weet je, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Dus ik heb morgen 50.000 kijkers meer, dus nou ja, dan is het goed voor mijn adverteerders. Dus daar hou ik op me op. Dus ik krijg er 5 minuten? Nou, ze krijgen wel langer. Want ik heb Robert Jensen in mijn programma. En ik heb Henk Otte van het Forum, die nu een eigen partij begint. Die zit ik tegenover ze. Dus ik ben een bollenboer. Henk Otte, zijn vader was boer. En Jensen, die lijkt op een boer. Dus het gaat allemaal goed. Ja. Wij als voedselmakers van Nederland zouden graag wat zendtijd van u kapen. We hebben allerlei lekkere dingen meegenomen uit de streek. Zelf gemaakt. Die groeien op ons land. Ja, dat doen wij maken. Ja, inderdaad. Ja. Het gaat natuurlijk over de stikstof, het stikstofverhaal hier in Nederland. Daar willen ze van het eerste van de landbouw zoveel mogelijk afhalen om weer het verkeer te laten rijden en de vliegtuigen te laten vliegen en huizen te bouwen. Wij boeren in Voorschoten, we hebben 150 melkkoeien. Nou, misschien specifiek misschien op ons bedrijf voor de toekomst van onze kinderen. Mijn neef komt ook weer in de boerderijen, we willen wat uitbreiden. En dat is dan weer een heel moeilijk verhaal in deze tijd. Nou ja, zo proberen we toch om nog wat vooruit te komen. En de uitkomst straks van het volgende verhaal van meneer Remkes, of die nog wat gaan doen aan het Schiphol. En anders is misschien Schiphol wel aan de beurt volgende keer. Nee.